Hallo allemaal, welkom terug bij een nieuwe aflevering van de F1 Manager 2022 of F1 Manager 22 game. We zijn vandaag aanwezig bij de Grand Prix van Albert Circuit Park in Melbourne in Australië. En we gaan kijken of we weer punten kunnen scoren. Misschien ook met Tsunoda een knietje zou leuk zijn. Wat inbox vanaf de laatste race die ik niet heb opgenomen. Dus dat was mijn fout. Dit wegslikken. Zoals ik al vond, de Saudi-Arabië Grand Prix voor Sergio Perez of voor Carlos Sainz en Perez. Nou, op zaterdag als eerste zijn gekwalificeerd, pakte ik ook de overwinning. Momenteel gaat Sainz aan de leiding in de coureurskampioenschap met 43 punten. Naar Leclerc met 39 en Perez op 33. Wij staan zelf als zesde plaats. Ferrari staat eerst met 82 punten voor Red Bull 60 en Mercedes 30. Het bestuur boven verwachting, dus dat is mooi. Dus iedereen is blij. Kijk wat de debriefing is. Kijk wat dit doet. Oké, auto 2 en auto 1 klaar. En top. Let's go. Verwacht niet wonderen, verwacht niet dat het meteen top is. Oké, top. Ja, niet top, maar... Dan weten we in ieder geval dat dat niet helemaal top is. Dan wachten we even op Tsunoda. We zijn nog niet op zoek naar de perfecte. We zijn alleen op zoek naar verbetering. Banden gaan nog op dezelfde hard. Tsunoda laat iets langer op zich wachten. Oké, top. Hetzelfde message. Ik had toch al gezegd dat ik naar binnen moest. Oké, laten we zien. Tractie en rechte stukken zijn al goed. Nu kan ze die even naar buiten. Nou, Kas. Oké, kijk, dat is al beter. Laat maar gewoon zijn dingen afmaken. Nou, dat is alvast een betere antwoord. Even kort geel. Verstappen spint in bocht 15. Oeh, wat is er met Verstappen gebeurd? Oh, te veel gas. Te veel gas gegeven. Oh, rookie error. Really? Net alsof ze zo reageert naar spinning in vrije training. Kassie is nu inmiddels binnen. Die is klaar voor deze training. Nice, oké. Dan gaan we weer naar binnen. Is het klaar voor vrije training 1?
Ze hebben allebei veel vertrouwen nu in de setup. Dat is alvast het goede nieuws. We kennen met circuit 26 om 22%, prestatiebonus 10 om 9. Dat willen we zien. Ik had er even te snel weggeklikt, zou ik niet hoeveel vertrouwen hebben ze. 65 en 63, nog steeds. Kan beter. Zoeken deze op. Dan gaan we op de mediums. In de rondjes, runplan. Ja, toch? Dan doe ik deze wel. En op naar de volgende sessie. Kijk wat deze setups gaan doen. Dit dan doet. Nou, dit maar proberen. Randjes. Wat is er gebeurd? Zien Haas en een Aston Martin. Oh, lock-up voor de Haas. Oh my god. Oh my god. De Aston Martin is vernietigd door de Haas. Dat is een flinke klap voor het team. Ja, niet alleen voor Haas, maar ook voor de Aston Martin. Jeez. What the fuck was dat? Dan komen we Bramley 5-5-5. Was beter, dus we zijn daar de verkeerde kant op gegaan met Tsunoda. Dat is positief. Dat betekent dat waarschijnlijk die balletjes, zodat die dingen allemaal een stuk kleiner zijn geworden. Dat kunnen we zo meteen kijken als vrije training 2 jaar voorbij is. Vijftiende voor Tsunoda en Gasly 14e. Het ziet er allemaal niet zo tof uit qua plekken, maar... Wie weet. Schumacher heeft een crit penalty gekregen. Dat terecht ook. Hij was de veroorzaak van die crash. De Ketter met circuit 51,48%. Laten we hier even op doen. 20 rondjes. Ik weet al hier niet echt heel goed in dat setup hoor. Let's go. Let's go. Geef me die 5/5 feedback. Denk het wel. Ik weet het niet zeker, maar ik denk het wel.
Zelfs zeggen, alles zit er nu in. Kijk wat ik kan inzetten voor tijd. 1.19.405 is tot nu toe de eerste plek. En Gasly. Oeh, derde tijd. 18e achter op de Ferraris. Kijk wat... Wat ben je? Als je nou dat kan doen? Ik vind nu dat ze ronde wordt opgehouden door Mercedes. Blue flag, mate! Kijk wat je nou dat kan doen. Kan hij een beetje in de buurt komen van Gasly, die op dit moment vierde staat. Kijk nu mee met Tsunoda richting de laatste bocht en richting de start en finish. Wat zet Tsunoda voor tijd neer? Het is een achtste plaats. Bijna meer dan een seconde langzaam als Gasly. Dat is niet goed voor de vertrouwen van Tsunoda. Het stuk op. Ja, de tijd is een 1. 20. Oh, wel verbeterd. Wel verbeterd. 1.19.7. Kijk. Zesde plaats, goed in handen. Tsunoda is nog eens een warmer plek. Sector 3, gele vlag. Wat is er gebeurd? Ah, datzelfde weer. Het schiet terecht hoor. Nee, dat zeker. Gasly is klaar voor deze sessie. Maar staat daar knap op die zesde plaats. Ja man. Dat is wat we willen zien. Kijk wat Tsunoda nog kan doen. Ik dacht dat ik moest niezen, maar blijkbaar niet. Oh, Tsunoda op de pijnbal. Nu 16e. Hij moet verbeteren. Ik denk dat hij ook een beetje kan gaan verbetering. 18e nu zelfs. Oh, Tsunoda, kom op. Hij moet ook in die Q2 kunnen komen. Gasly inmiddels 9e. Zakt wat terug. Tsunoda 1.20. Op de 14e plaats, is dat genoeg? Oh, Schumacher. Wat doet Schumacher? Yes, we zijn met z'n beide auto's door. Tsunoda op het kantje boord. Is door. Fernando Alonso een kritstraf gekregen. Weet je, waarom zou wel kritstraf?
Kan hij nog een poging wagen voor de top 10? Zo komt hij er nu in. Op de vijfde plaats. Net heel dicht achter Ocon. Hij zit in zijn snelle ronde inmiddels. Inmiddels ook in de laatste sector, Tsunoda. Gasly vijfde. Je moet sowieso voor Alonso kunnen komen. Dat is één ding wat zeker is. Maar je moet toch wat in de buurt kunnen blijven van Gasly. Negende tijd. Zeventiende afstand van Gasly. Hij had geen tijd kunnen neerzetten. Was te laat. Gasly te laat. Wat betekent dat voor zijn plek? Tsunoda is in ieder geval klaar. Gasly zit er nog in. We hebben één coureur in de top 10 kwalificatie. Wat voor tijd kan jij neerzetten? Als eerste zet hij tijd neer. Hij zet een 1.18, 1.19, 1.19, 7.7.0 zet hij neer. Kan hij nog sneller? Staat op dit moment op de 7e tijd, wat al een goede kwalificatieplek zou zijn. Maar kan hij een plekje winnen? Het antwoord is nee. Dat was de laatste ronde. 1.19.7.6.8. Net niet snel genoeg. Maar het lijkt erop dat we als zevende de race mogen aanvangen. En dat is inderdaad zo. Zeer constant ook van Gasly deze kwalificatie. 1.19.795, 1.19.817 en een 1.19.768. Uiteindelijk de snelste ronde gereden in de laatste kwalificatie, dus dat is altijd goed. Dat wil je hebben. En we mogen als zevende starten met Gasly. En de rode lichten gaan uit. En we zijn van start. Was Tsunoda meteen al een paar plekjes aan het winnen. Houden Tsunoda even in het rustige. Oeh, Gasly verliest de plek ten opzichte van Norris. Terwijl ik juist aan het pushen was. Wat is daar gebeurd? Ja, in bocht 1. De betere lijn van Norris. Zonde. Dat is niet wat we wilden hebben hier in het begin. Dus iets droppen om niet te rijden te zijn met de meeste bandenslijtage in het begin. Leclerc leidt voor Verstappen. Sainz derde, Perez vierde, Hamilton vijfde, Norris zesde, Russell zevende, mezelf achtste met Gasly, Ocon negende en Magnussen tiende. Oh, wat dat zal ze nou weer. Gezondheid, dankjewel. Hij moet zelfs even verdedigen. Ricardo is Tsunoda voorbij gegaan. Oh, zonde. Zeker met DRS. Ja, simpel. Simpele pas van de Australiër in zijn thuisrace. Nou, dat is frustrerend. Oh, kijk eens aan.
Three-way battle voor de leiding. Stappen voorbij Leclerc nu. Nog steeds zijn. Maar nu moet Leclerc even de plek cadeau geven. Hoewel. Hij komt hier nog aan de binnenkant misschien. Nee, toch niet. Hij geeft het op. Kijk, 14e wel achterstand op Russell. Banden, bijna iedereen hetzelfde. Alleen Tsunoda iets beter, het ook te hard. Geen verschil tussen niemand. Oké. Opvallend. Dat is zeer opvallend. Het is gebeurd. Meerdere auto's gecrashed. Wat is er gebeurd? McLaren met Alfa Romeo's. Oh my god! De Haas vol op de achterste van de McLaren. Hoezo is daar geen safety car uitgekomen? Hoe hebben ze dit zonder safety car kunnen doen? Oké, volgende mogelijkheid dan. Ocon is een beetje aan het wegrijden. Russell heeft niet echt de pace. Tsunoda door dat gedoe weer een plekje gekomen. Weet niet hoe de nog steeds achter de McLaren is. Kijk, wat een straight line speed. Speed is unbelievable. Dag Russell. Dat hebben we gezien. Er wordt een eerste pits opgemaakt. Norris waarschijnlijk wat schade. En waarschijnlijk krijgt Magnussen voor die crash nog een penalty. En ze hebben de plek te pakken. Malcolm komt terug. Ja, hij gaat nu terugkomen natuurlijk. Hier is wat sparen en wat meer fuel aan verbruiken. Daar komt de Alpine weer. Ik denk er nog even zo over na, maar blijft daar achterin zitten. 10 rondjes gaat inmiddels. Bottas heeft trouwens hetzelfde aan slijtage als dat ik heb. Daar komt ook op. En daar komt Russell ook. Nee, gelukkig niet. Weer terug voorbij aan Ocon. Oh, mooie move. Goed gedaan. Hier ging Russell voorbij aan Gasly. Sainz komt natuurlijk er nu voorbij. Nieuwe hards, nog zich van oude... mediums. Oh, gaan we dan? Oh mijn god. Hij haalt gewoon Sainz weer in. Oh man. Sainz haalt de binnenkant vast. Maar we zijn er wel voorbij. Oh, dit verliest veel tijd voor Sainz. Sainz verliest veel tijd. Gele vlag. Dus we hebben toch een hele vlag aan dan? Ja, simpel op de rechterstuk. Ik had niet verwacht dat hij hem weer opnieuw zou inhalen. Sainz probeerde nog aan de binnenkant vast te houden. Jazeker. De Zoo spint. Daar is de gele vlag voor. Die voorlaatste bocht weer. We moeten Alpine voor zich laten. Die is dus één plek. Het ziet er toch komisch uit, dit. Het ziet er toch komisch uit. Oh my god. Zo nu 17e. We hebben zelfs meer moeten laten gaan.
al voor de deur bij Russell, die net Ocon voorbij gaat. Oh, hij gaat gewoon echt helemaal door meteen. En we blijven nog voor Russell. Maar we zitten precies in hetzelfde gevecht weer. Maar wij hebben iets betere banden als Russell nu. Tsunoda moet nog wel even een aantal rondes vol zien te houden. Motor 43%, niet veel naar beneden gegaan meer. Even een paar rondjes vooruit spoelen, stap nu nieuw koploper. Dat is die vijfde. Of sorry, zesde, maar in gevecht met de Russel om de vijfde plek. Oké, Tsunoda. Ietsje pitstop. Het was te hopen dat er nog een safety car zou komen of zoiets, maar helaas. Oh, 2,5. 2,7, oké, het is decent weer. Had beter gekund. Maar je moet sowieso Norris voorbij gaan. Die zit te struggle op hards. Hamilton zit dichtbij. Leclerc wint de race voor Verstappen. 6 seconden uiteindelijk nog voorsprong. Hier kijken we de beelden van Leclerc die de race wint. Komt in zijn eentje aan. Daar zien we achter zien we pas Verstappen op de finish aankomen. En daarachter wou ik zeggen, komt daar zijn teamgenoot Sainz aan, maar dat zagen we niet. Daar zien we Leclerc die. Hier zijn de overwinning viert. Maar we gaan nu even terug. Ja. Pushen, push, push, push. Houden, haal die plek. Kom op. Gasly, kom op, kom op, kom op. Oh, Hamilton aan de buitenkant. Waar is Gasly, waar is Gasly? Kassie is nog steeds aan de binnenkant. Oh, dring hem buiten. Haal je plek. Goed verdedigd. Oh, hij wordt er weer aan de binnenkant. Oh, kom op Kassie. Kom op. Straight line speed. Rechtstreeks op de finish af. En plek 5. Plek 5 is binnen. Oh my god. Oh, bijna een foto finish. Jeez. De rest komen nu ook over de finish. Tsunoda was al over de finish inmiddels. 13e plaats. Gegokt op die hard, maar aan op de soft had ik wel een betere pace verwacht van hem. Wat was dat? Het team is blij met de vijfde plaats. Heerlijke punten voor het team. Geen idee waarom hij met dat ding gooit, of is dat Tsunoda? Een verdiende uitslag voor Alfa Tauri. We hebben een geweldig race gehad. Ja, come on. Oh, lovely. Lovely, lovely, lovely. Nou, dit was al een felle strijd, zeg. Sainz met de snelste ronde 21.189. Mijn snelste ronde van Pierre Gasly was het 22.6. Tsunoda 22.9. Ook al kon hij pas later in de race nog op de soft gaan. Die motorproblemen. Volgens mij te veel motorproblemen. Ik kan me altijd niet bedenken waarom Tsunoda zo langzaam was in de race. Ik zou het anders niet weten.
Maar goed, 10 zeer belangrijke en zeer mooie punten voor Gasly. Kijk wat dat betekent voor de stand. Gasly nu 7 in de standing voor de drivers. Voorbij gekomen aan George Russell. De eerste plaats is nu voor Leclerc, die zijn teamgenoot aflost als leider met 64 punten, Sainz 59. De rest 45 samen met Verstappen. Dus die twee Red Bulls moeten wel wat werk gaan verzetten. Hamilton op de 5e plaats met 28 punten voor Bottas. En dan Pierre Gasly. Dus we hadden een Mercedes achter ons. We hebben wel een Alfa Romeo nog voor ons. Dat is wel jammer. Die wil graag verslaan. We kijken in de teamstanden. Dan zien we dat wij op de 6e plaats staan. Nu 1 puntje maar achter op Alpine. En maar 5 punten achter op de Alfa Romeo's. Dat betekent dat we vol in het gevecht zitten om best of de rest. Alleen Aston Martin en Williams zijn nog puntloos. Goed potentieel is bij Tsunoda hoger als bij Gasly. Logisch natuurlijk, want zij ligt iets jonger als Gasly. We hebben een ontwikkelingspunt voor zowel Tsunoda als Gasly. Degene van dat breakpad en hoe je dat doet. Bonus coureurs en sponsors, 3,2 miljoen binnengekomen. Dus bijna 2,5 miljoen verdiend deze raceweekend. Ontwikkelingspunt. Kijk, waar willen wij? Waar willen we dat aan uitgeven? Doe maar een bochten. Top. En Tsunoda. Doe maar aan de... reactievermogen, want het is een beetje laag. Oké. Okay. Oh, ook Lawson heeft een ontwikkelingspunt. Doe die daar maar daar neer. En dan gaan we voor deze aflevering afsluiten. Binnenkort zijn we weer terug met een nieuwe aflevering. Het is vandaag geen idee welke dag. Volgens mij donderdag. En dan zien we dit allemaal wel verder. En dan zijn we volgende week weer terug. Dinsdag waarschijnlijk met een nieuwe aflevering. Of eerder, misschien wel. Maar zoals altijd, geef in ieder geval de duimpje omhoog. Abonneer op de kanaal, abonneer ook op de andere kanalen en volg ook mijn Twitch kanaal waar ik deze aflevering live heb gestreamd. Dus als altijd probeer dat allemaal te doen en dan zien we je terug bij de volgende keer. Later!